Nathan, wat ben je toch een ongelofelijke onsportieve speler, hè? Ja, jemig, ik dacht van we moeten secondes winnen. Ja. En ik dacht, ja, er is nu maar één manier. En dat is dat balletje toch eventjes over dat bonnetje heen gooien. Maar het was te opzichtig, Hans. Ja, een blind paard had het nog gezien. Nou ja, bij deze misschien scheelde 30 seconden. Ja, je ging er wel lekker soepel overheen. Ja, nee, ondanks dat, hè, met de 33-jarige leeftijd. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, Hans, ik was zo blij dat ik weer even mocht spelen. En ja, we hadden het keihard nodig, dus ja. Ja, nou, het zij je vergeven. Ja, nou, dank u wel, Hans. Dank u wel, dank u. Normaal had je denk van een uitsupporter een poffert op je neus gehad, maar omdat je hier een jaartje 5 gespeeld hebt, ben je ermee weggekomen. Ja, en daarvoor is het alleen maar gaaf dat ik nu gewoon weer hier mocht spelen. Ja. Snap je? En het ontvangst was hartstikke mooi, dus ik denk dat ze vandaag al minder blij zijn, maar ach ja, aan de andere kant, we hebben ze ook mooie jaren gegeven, zo. Ik heb van je genoten. Ja, dank u, Hans. Dank u.